Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag een nieuwe video in de verbouwklusserie die ik hier heb op YouTube. En dit is alweer de 19e vlog. Het is echt niet normaal hoeveel vlogs ik hier aan heb kunnen wijden al. En vandaag gaan we beginnen aan het avontuur van mijn keuken die ik ga uitzoeken. Dus we gaan beginnen met de keuken uitzoeken en daarmee moet ik jullie eigenlijk terugnemen hoe het allemaal begon. Een hele goede morgen. Vandaag is het dinsdag 26 mei en we hebben een afspraak bij een zogezegde keukenboer om eens te gaan kijken naar een keuken voor in het nieuwe huis. Het koopcontract moet nog getekend worden, dat gebeurt aankomende zaterdag. Maar goed, het is goed om een beetje te inventariseren wat de kosten gaan worden van een nieuwe keuken. Want dat moeten we in ons budget meerekenen. En ik dacht, ik weet niet of ik vandaag wat ga filmen daar. Misschien wel, als er showroom is. Maar ik wil even laten zien wat ik zelf getekend heb. Als een soort keukeninspiratie. Ik weet niet of je het... dit was de eerste. Kijk, hier zie je dan de koelkast en de oven en magnetron en hier een kastje. Hier had ik dan de vaatwasser, gootsteen en hier de, gasfornuis. En ik had zo'n kast hierboven gedaan, want ik vind het zo leuk als ze van die nisjes boven zitten, maar ik weet helemaal niet of dat kan. En het nadeel op deze tekening, ja sorry, ik kan helemaal niet zo goed tekenen, is dat hier dus ja, niks is. Dat je daar niks mee kan. Dus toen heb ik het nog een keer getekend. Toen heb ik die nisjes zo... Oh nee, deze was mijn eerste tekening trouwens. Maar nu hier heb ik die nisjes erover over het blad ook heen gedaan. Kun je nog steeds hier niks mee. Maar nou kun je wel een kast hier. Hier heb ik nog geen plek voor de vaatwasser ingemaakt. En er zit ook geen gasfornuis. Maar dit was de eerste tekening. Ik heb ze door elkaar gehaald. En dan als laatste had ik dit bedacht. Want ik vind het dus wel leuk om niet kastjes boven het aanrecht te hebben. Dus ik wilde dan hier geen kastjes met de koelkast naast de achterdeur. Dan hier de gootsteen, hier de vaatwasser. En dan het gasfornuis aan de andere muur. En daar dan wel kastjes boven te hebben. Omdat die toch tegen de muur zit, niet in het zicht. Terwijl vanuit de kamer, die is hier, kijk je zo, boom. Hier naartoe en daar wil ik dan geen kastjes. Dit was een beetje wat ik in mijn hoofd had zitten. En er komt ook een stukje kookeiland bij. Maar dat is echt alleen maar bar en kastruimte. Dat is niet zozeer dat daar de vaatwasser of daar hoeft niks in, dat kookeiland. Dat is meer gewoon een eiland, bar, waar je aan kan zitten of aan kan werken. Als een keukenwerk, dus hakken of bakken, dat soort dingen. Dat is een beetje het idee. En deze tekeningen neem ik mee. Ik weet niet of ze dat heel dom vinden dat ik zelf heb gelopen tekenen. Maar dan kan ik hun een beetje laten zien wat in mijn hoofd zit. En nou, we gaan het zien. Ik heb er in ieder geval wel zin in. Uiteindelijk heb ik nu al een keuken uitgekozen. Ontworpen samen met Superkeukens. En die gaat binnenkort ook al geplaatst worden. Maar ik wil jullie even terugnemen in de tijd hoe het allemaal begon. En dat is vanaf het moment dat ik op Google intypte keukentiel of keukenzaaktiel. En nou ja, er kwamen verschillende keukenzaken naar boven. En ik keek een beetje bij de Google reviews. En ik zag bij Superkeukens dat er echt een hele hoop positieve dingen stonden over ja, hun keukens. Prijs, kwaliteit was erg goed en de montage was erg goed. Dat was vooral iets waar ik heel veel aandacht aan gaf, aangezien ik echt zat te kijken van... Ik hoorde van heel veel vrienden dat ze bij een andere keukenzaak hadden ze ja, best wel veel problemen met de montage en dat het allemaal niet goed ging. Dus dat was best wel een stukje wat ik hoog in het vaandel had staan. Maar ook hoe de keuken eruit kwam te zien. Ik had al op Pinterest het een en ander gezocht
En ik vond het heel grappig aan Superkeukens dat je op hun website dus een moodboard kan maken. En daar kun je gewoon rustig kijken tussen alle keukens die ze hebben, welke keuken je het meeste aanspreekt. En aan de hand van die moodboard verwacht ik ook dat ze daarmee aan de slag gaan als jij een afspraak maakt. Dus ik heb samen met Nikki bekeken wat vinden we mooi in de keuken, wat willen we graag. En we hebben veel inspiratie opgedaan bij andere mensen, maar ook op Pinterest. En uiteindelijk zijn we op het punt gekomen dat we bij Superkeukens een afspraak gingen maken. De struggles met het uitzoeken van een keuken is vooral van wat vind ik nou mooi. In mijn moodboard stonden ook heel veel verschillende dingen. Verschillende keukens die helemaal niet op elkaar leken. Er was één ding duidelijk voor mij en dat was gelukkig ook voor Nikki duidelijk. We wilden geen witte keuken. We vonden witte keukens ronduit lelijk. Sorry als je een witte keuken hebt. Maar ik weet niet, het ziet er zo cheap ass uit en een keuken is niet heel voordelig. Dus als je dan wil je ook dat het er een beetje mooi uitziet en niet goedkoop uitziet. En bij witte keukens moet ik heel snel denken aan de keuken. Aan een standaard keuken die opgeleverd wordt in een huis. Net zoals ons huidige huis en de keuken in ons huidige huis. Voordat we beginnen laat ik denk ik maar eens eerst zien hoe de keuken er nu uitziet. En wat er dus allemaal veranderen moet in die keuken, wat we willen. Hebben we daar de keuken? Ik denk dat het vrij duidelijk is dat we een kookeiland willen en een vaatwasser. We willen heel graag een wijnkoelkast. Wil ik heel graag. Maar ik ben bang dat die niet in het budget zit. En we willen heel graag een Amerikaanse koelkast. Dus dat is een lijstje van producten, dingen die erin moeten. En de rest is het vrijwel vrij wat we willen. Dus het is eventjes kijken wat we precies willen. En ik denk dat we in de volgende video maar eens een afspraak gaan bij Superkeukens. En dan gaan we eens even een keuken ook echt daadwerkelijk uitzoeken. Samen met iemand die er verstand van heeft. Maar wat we wel kunnen doen is een afspraak maken in deze video. In de tussentijd wordt er ook nog iets anders leuks hier in huis gedaan. Er worden namelijk nieuwe gordijnen geplaatst. En dat ga ik jullie ook eventjes laten zien in de volgende beelden. Ik ben Aja, heel verkleed. Ik ben Jan Vries, Christian Vlokstra. Wat de Hoorn zegt, nou, dat zijn mooie gordijnen. Opgezet van de onderwereld, van Taghi. Nou, vandaag is er heel de schorsing bijgekomen en richting heel verkleed. Die afstaat op de zich daar nog niet hard tegen. Oké, jongens, de gordijnen zijn nu geplaatst door de gordijnenplater en ik heb het dus nog niet gezien en Nikki gaat nu mijn reactie filmen. Ik ben heel erg benieuwd en hij gaat natuurlijk ook filmen hoe het eruit ziet, maar ook mijn reactie op de gordijnen. Want toch is er ook op. Ja, nou zeg je het helemaal. Hey. Oh. Oh wauw. Oh, ik ben zo blij dat we zwarte rails hebben gedaan. Mm-hmm. Mooi hoor. Oh, echt mooi. Hoe soepel dat gaat. Zo. Wat vind jij ervan? Mooi. Even helemaal dicht hoor. Super mooi, hè? Ja. Heel mooi. Oh, en daar is ook mooi. Heeft hij snel gedaan, die man? Ja, die man die op zelf werkt, ja. Ah ja, dit systeem ken ik. Moet het tegelijkertijd? Nee. Oh, dat maakt niet uit. Ja, die is voor de onderkant en die andere is voor de bovenkant. Oh, chill dat je zo halverwege kan, hè? Dan blijft dat open. Ja. Dat is bij deze maat. Ja. Ja, die werkt hetzelfde. Mooi, ik vind hem minder groen dan ik dacht. Ik had het groen uitgekozen. Oh, dit is geen groen volgens mij, toch? Ja, het is wel groen. Oh. Maar heel licht.
had wel donkerder gekund. Ja. Oh, maar ik vind dat echt zo mooi, Nick. Zo mooi. Zo mooi. Zo mooi. Ik vind het denk ik niet zo mooi als jij het mooi vindt, maar ik vind het wel mooi. Ik denk niet dat die zwarte rails is vet, toch? Vet. Vet, man. Echt vet. Wie bedenkt dat nou? Wij? Ja, nee. Die man. Nee, die man. Ja. Jij hebt niks bedacht. Zet hem maar uit. Oké. Hoe heet dat ook weer? Oh, ik heb hem nog niet gefilmd. Wel eens, ik zie het lampje. En dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En uiteraard wil ik eventjes benadrukken dat het stukje over superkeukens in samenwerking is met superkeukens. En dat betekent dat er echt iets heel tofs aan gaat te komen. Want niet alleen in deze video's komt superkeukens naar voren. Maar ook op Twitch gaan we hele toffe streams doen in de keuken. En mocht je leuke ideeën hebben voor keukenstreams, laat ze vooral even weten in de comments. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef het een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je meer wil zien van ons keukenproject. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Doeg!